Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minneboo. Ik ben een journalistisch schrijver voor popcultuur. En ik ben de auteur van mijn vriend Spider-Man. En ik ben ook een vlogger, want ik vlog heel graag over dingen die ik interessant vind. Zoals deze tekening. Daar heb ik net een vlog online gezet, als ik dit opneem, over Eightball Hunter. Een strip. Dus ik weet nog niet precies wat daar voor reacties over binnen zijn gekomen. Maar in dezelfde stapel van Eightball Hunter lag deze. De Vleugels van de Aap. Van Etienne Willem. En nou, ik ga deze strip eigenlijk niet behandelen verder. Behalve dan dat ik het graag even over dit wilde hebben. Dit is ook uitgegeven door uitgeverij Gorilla, oftewel uitgeverij Strip 2000. Dat was een uitgeverij van Peter van der Heijden. Die is helaas overleden. En toen nam Kurt Morrisons het over. En met de weduwe van Peter, Carolien. En dat hebben ze nog een tijdje volgehouden. Maar uiteindelijk is de uitgeverij toch gestopt. En ze gaven allerlei strips uit. Onder andere van Etienne Willem. En Etienne Willem moet ik zeggen. Trouwens niet William natuurlijk. En onder andere ook deze. Nou, die staat bij mij in de stapel staat het van nog ongelezen strips en boeken. Maar deze heb ik dan wel al gelezen. De Vleugels van de Aap. En wat ik gaaf vind, is dat ze dus binnenkaft en het schutblad gebruiken voor afbeeldingen. Dat wilde ik jullie eigenlijk even laten zien. Want je kan het natuurlijk leeg houden als uitgeverij. En dat gebeurt ook heel vaak. Er wordt niks mee gedaan. Maar hier heb je dus een gaaf potloodtekening van een stripplaatje of gewoon van een schets van de tekenaar. En het gaat over een zeppelin. Het is een dierenstrip wat zich afspeelt in die jaren 30 in New York. De tijden ook van King Kong, dat de film King Kong uitkwam. Maar ik vind het heel gaaf hoe ze dit dan, uitgeven. Er is echt wel zorg aan besteed. En je kan dan lekker kijken naar de details van de potloodlijnen. En dat vind ik heel gaaf. Omdat het lekker groot is afgedrukt. En dit is ook het eerste eigenlijk wat je dan ziet. Hè? Als je een boek openslaat. En dan word je gelijk getrakteerd op een bijzondere illustratie. Dan ben ik sowieso gek op Amerikaanse cultuur. En in New York in het bijzonder. Dus ik vind het leuk om dan zoiets als dit te kunnen zien. Het is niet het enige album waarbij ze dit hebben gedaan. Dus ik heb even een stapeltje gepakt. Sinclair wordt het ook gedaan. Van deze stripmakers. Een race strip. Dan krijgen we hier deze te zien. Even kijken, ik zoom een beetje uit. Album groot. Oude Bokken, ook van Etienne Willem. Ik zeg het iedere keer verkeerd, ik weet niet waarom. En die tekent vaak in een cartooneske stijl. Dus ook die dierenstrip die ik net liet zien. En dan krijgen we deze te zien. Ook een geschetste pagina. Dat is gewoon gaaf dat je gewoon een beetje mee kan kijken in het proces van de maker in deze. Dus dat is gewoon, vind ik heel leuk. En hier nog even het schutblad van Oude Bokken en Groene Blaadjes. Dat is dan eigenlijk het eerste deel, maar dat maakt voor de purpose van deze vlog niet uit. Ook weer een mooie potloodtekening. Een beetje Disney-achtige stijl heeft hij ook wel, vind ik. Ik vind het heel gaaf hoe ze dit dan zo doen. Dus ik vind het heel leuk. Zoals ik al zei, er gaat echt zorg van uit. Over nagedacht. Je slaat een boek open en wat zie je als eerste? Nou, een gave tekening. Dat is echt genieten, vind ik. Ik ga even deze strip laat ik zien. Dode Hoek. Dit is volgens mij ook een plein. Wat je hier ziet. Nou, ik heb dit album nog niet gelezen, dus ik weet niet precies wat voor plein dit is. Dat zou heel goed Brussel kunnen zijn. Maar dat ook, maakt er niet zoveel uit. Het is gewoon het eerste wat je ziet. Dus dat is ook gaaf. Maar ik ga toch nog even terug naar Eightball Hunter, want die heeft het namelijk ook. En ik heb het in de vorige vlog al een beetje laten zien. Hier hebben we Scarlett Johansson die een beetje moeilijk ligt op een soort slaapbank. En dan aanwijzing voor wie ze dan werkt, de Eightball Club. Het ding met Danny de Vito, een dossier. Dus dat is natuurlijk een sexy pose. Ook een goede binnenkomer vind ik van het album. Eigenlijk wel, want dat trek je toch naar binnen. Een mooie vrouw. Het is nooit verkeerd om met een mooie vrouw te beginnen. Wat voor verhaal je ook wil vertellen. Dus dat is gaaf. En tot slot het tweede deel van Eightball Hunter. Het zijn ook allemaal hardcovers trouwens, maar dat hadden jullie al gezien. En dit vind ik ook wel mooi. Het Baghdad Café. En dit is natuurlijk... Dit doet je gelijk denken aan de Amerikaanse cultuur. Zo'n diner langs de weg waar truckers komen en andere mensen eventjes komen lunchen om daarna weer vervolgens honderden en honderden kilometers verder te rijden naar hun bestemming. Een mooie Mustang, mooi getekend ook, Ford Mustang. Voor liefhebbers van auto's. Dat is sowieso wel leuk aan deze strip, dat de auto's goed getekend zijn. En de decors realistisch. Maar dit is natuurlijk ook zo... Is dat een fenomeen, het Baghdad Café. En het is ook een film, ik geloof met Whoopie Goldberg, maar pin me daar niet op vast. Een mooie illustratie om de binnenkracht mee te verfraaien. En het schutblad, dus dat is ook gewoon, ja, vind ik gewoon tof. Dus mochten er uitgevers naar kijken, dit zijn leuke dingen. Dit zijn mooie manieren om een album mee te beginnen. Dus dat wou ik jullie even laten zien. Gorilla heeft, ja, dat bestaat dus niet meer, dat label zeg maar. Maar deze albums zijn vast nog wel ergens te krijgen als je dit mooi vindt. En niet alle albums van Gorilla hebben trouwens zo'n mooi binnenwerk zeg maar. Soms zijn het ook gewoon, ja, effen gekleurde pagina's. Dus dat is dan wel jammer. Maar de albums die het wel hebben, dan is het echt wel een treat vind ik. Dus... Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Laten we eindigen dit keer dan met de achterkant van Eightball Hunter. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.